Ruben Valk, als keeper lijkt me dat vervelend. Je bent 3 potten onderweg, 8 tegengoals, maar je kan er volgens mij weinig aan doen, hè? Nee, volgens mij ook niet. Dat is heel frustrerend. Maar ja, wat doe je eraan? Helemaal niks. In het begin van het jaar, vorig seizoen hadden we het ook. Maar laten we hopen dat het snel keert. En dat wij ze meer gaan maken en minder tegen krijgen. Wat moet er anders volgens jou? Weet ik niet. Voor deze wedstrijd heb ik geen idee. Moeten we beelden terugkijken. Mijn gevoel zegt met sommige situaties iets meer meelopen met je man. Ja, dat zal allemaal zijn redenen hebben. Ja, want ik had het idee, vorige week 2 keer Olijfveld net een balletje achter de verdediging waaruit hij scoort. Vandaag weer eigenlijk met Van der Leij. Ja, hun kijken ook de beelden, hè? Ja, laten we het daarop houden. Trainen jullie daar dan op of gaan jullie daarop trainen? Of hoe moet ik dat zien? Ja, tuurlijk leggen we daar wel de aandacht op. Alleen, het is net als hun op een goed moment gaan lopen, dan is het gewoon heel lastig te verdedigen. En als die bal ook nog goed is. Jij bent, die middenvelders zijn in voorwaartse beweging. Nou, en die zijn al in beweging. En de andere middenvelder of je verdediging ligt er net aan hoe het staat. Die moet het overpakken. Maar ja, je bent al vaak net even iets te laat, omdat hij toch eerder start. Ja, en dat is gewoon heel moeilijk te verdedigen. Je bent nu zelf aanvoerder geworden. Zeg je als aanvoerder dan ook nog wat extra in de kleedkamer? Nee, ik vind niet dat je anders moet gaan doen dan anders. Dus nee. Ja, natuurlijk heb je wel je dingetjes altijd. Vorig jaar was ik ook wel aan het coachen altijd. Dus dat verandert niet, hoor. Doet je dat wel trouwens, die band om je arm? Nou, ik vind dat je gewoon lekker normaal moet doen. En dan zien we het wel. Nee, het doet me niet heel... Ik vind het leuk, ik vind het een eer. Maar verder niet heel bijzonder. Hoe moeten we verder? Ja, ik bedoel, het zijn pas 3 wedstrijden, maar wat moet er anders? Ja, weet ik niet. Weet ik niet op dit moment. Als ik zeg, daar moeten we de beelden voor kijken. Ik denk dat we vorige week echt fantastisch goed terugkomen. Tegen Vitesse spelen we een hele goede eerste helft, mindere tweede helft. Tegen IJsselmeer was het omgedraaid. Laten we de beelden terugkijken en dan zien we het wel. Overigens zat dat er vandaag ook nog wel even in. Na die 1-2 heb je nog kans op de 2-2 gehad. Ja, zeker. Zeker. Ja, en dan zie je op een gegeven moment, wordt het zo'n open wedstrijd. De linies worden heel groot. Ja, en dan speel je ook een beetje in de kaart. En dan wordt het nog 3-1. Helaas. Maar uithuilen en op naar volgende week. Ja, volgende week dan maar. Hè. Het wordt een mooi potje. Ja, er komen een paar aardige potjes aan volgens mij. Daarom. Dus het wordt leuker. Dus tegen Katwijk is het moment misschien om de eerste 3 punten te pakken. Of is dat over 2 weken? Nee, volgende week. Nou ja, volgende week is Katwijk, dan AFC thuis en dan Rijsberg uit. Dus, succes. Ja, nou ja, komt goed. Het zijn leuke wedstrijdjes, aparte wedstrijden. Ja, misschien wel het moment inderdaad om een ommekeer te creëren. Eens, derby's zijn altijd aparte wedstrijden. En ik weet niet of Katwijk ook zit te popelen om tegen ons te spelen. Ze weten ook dat wij 3 wedstrijden verloren hebben. We zijn altijd wel goed tegen Katwijk, moet ik zeggen. Ja. Nou, succes dan. Dank je. Super. Hey, dankjewel, man.